Hallo iedereen, en super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie tips geven om meer bestellingen te krijgen op je eigen bedrijfje. Zijn jullie benieuwd naar alle tips? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar super snel beginnen. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik even sorry zeggen dat er al echt al keilang geen video meer online gekomen is. Ik ben niet gestopt, maar dat komt gewoon, ik had echt geen inspiratie meer. En vanwege school had ik het mega druk. Maar ik dacht van, laten we maar eens een nieuwe video maken, want ja, ik heb er ook weer zin in. En trouwens, de herfstcollectie, staat helemaal op mijn site. Dus ga zeker een kijkje nemen naar mijn herfstcollectie. En er staan ook weer heel leuke nieuwe sieraadjes online, dus neem zeker een kijkje. Maar nu gaan we echt door naar de tips. Als eerste zou ik u een tip geven van, zorg voor een mooie profielfoto op je Instagram-account. Want heel veel mensen kijken ook naar de profielfoto. En als de profielfoto niet echt professioneel is, dan, yeah, dan gaan mensen minder al bestellen. Of als je helemaal geen profielfoto hebt, alleen zo'n mannetje, ja, dan gaan mensen je eigenlijk niet echt vertrouwen. Waardoor waarschijnlijk heel veel mensen ook niet gaan bestellen. Dus zorg wel dat je een profielfoto hebt. En ja, voor de rest maakt niet echt heel veel uit hoe die profielfoto eruit ziet. Ik zou die alleen zo niet te kinderachtig maken, als je snapt wat ik bedoel, zo... Ja, gewoon. Ja, gewoon leuk. Dat was mijn eerste tip. Dan mijn tweede tip is: zorg dat je een goede bio hebt. Zo een professionele bio. Ik heb echt iets met het woord professioneel. Maar zorg gewoon dat je een verzorgde bio hebt. Allee, zorg ook gewoon dat je bijvoorbeeld opzommingstekens hebt en niet één doorlopende tekst. Want ik snap dat dat heel saai is om naar te kijken. Of dat dat dan zo raar over kan komen. Dus sorry daarvoor. Hier is het, zo ziet mijn bio eruit en mijn profielfoto. Ik ga het natuurlijk niet helemaal kopiëren. Maar iets in die richting kan je doen. Want dat ziet er veel beter uit dan als je alles in een doorlopende tekst zou zetten. Maar natuurlijk doe je wat je wil. Er zijn alleen maar enkele tips waar mensen naar kijken. Of ja, ik let er toch op. Ik weet niet of andere mensen er ook op letten. Maar bij mij valt er gewoon keiveel op. Dan... Tip 3. Zorg dat je een goede gebruikersnaam hebt. Bijvoorbeeld, ja, gewoon heel veel mensen vermelden zo een deel van de naam erin. Of gewoon heel een naam of weet ik het wat allemaal. Maar zo wel zo iets in vermelden. Of zo gewoon niet zo jewelry.x of zo. Dat is een van mijn vorige gebruikersnamen. Volgens mij heette vroeger, toen ik pas gestart was, heette mijn account jewelry.x.x. Maar eigenlijk, dat is zo een naam van, ja, dat is zo niet echt een coole naam, zeg maar. Nu noemt hij, ja, Jewels by Noralie, wat wel veel leuker is. En dan weten ze ook wie dat ik ben, want er staat gewoon mijn naam vermeld. Maar zorg gewoon voor een leuke naam, een heel origineel naam. Of ja, mijn naam is, mijn Sierra-account naam is niet echt... Heel origineel, maar het is wel zo'n leuke naam. Dus dat was mijn tip 3. Dan als tip 4, wees gewoon echt vriendelijk tegen andere mensen. Ook al komen die heel bot over of heel gemeen over, blijf altijd vriendelijk. Want als je één keer gemeen gaat reageren, dan gaan die mensen misschien helemaal niet meer willen bestellen. Of andere mensen ook niet, omdat ze dat gehoord hebben van die persoon dat je niet echt vriendelijk bent tegen je klanten. Dan zijn mensen heel snel weg. Dus wees echt vriendelijk tegen personen, gewoon tegen iedereen. Tip 5. Zorg dat je regelmatig iets plaatst op je verhaal of gewoon op je Insta, sorry. Nee, dat is hetzelfde. Gewoon op je verhaal of op je feed, zo. Want als je eigenlijk een keer lang niks meer hebt geplaatst of niks meer hebt laten weten over je sieraden, dan denken mensen dat je gestopt bent. En dat wil je natuurlijk absoluut niet als je niet gestopt bent. Dus wees actief op sociale media. Ik kan begrijpen dat dat moeilijk is, maar probeer gewoon zeker één keer in de maand te posten op je feed. Of ja, ik zou dat doen. En dan toch gewoon regelmatig te plaatsen op je Instagram story. Dat moet niet heel spam zijn, hè? Gewoon in de fotograaf of zoiets. Van dat je een sieraad hebt gemaakt of dat je iets bezig bent met een nieuwe collectie, et cetera. Dat is wel aan te raden. Tip 6. Wat ik ook al in mijn andere video heb laten zien van je bedrijfje laten groeien. Maak mooie foto's. Dat is echt zo belangrijk. Mensen kijken er altijd naar de foto's en de kwaliteit van je foto's. Dus zorg gewoon dat je goede kwaliteit hebt van je foto's. En... dat die ook gewoon mooie belichting hebben enzovoort. Wil je zien hoe ik mijn foto's maak? Of ja, mijn witte foto's, dus eigenlijk mijn productfoto's.
Dan zal ik hier die video in beeld zetten. Ja, dat i'tje daar rechtsboven. En dan kan je die video ook zeker bekijken. Dan waren dit alweer mijn tips. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer snel terug. Doei!